Nou, welkom hier, Ina en Sebastiaan. Ja. Hoe vinden jullie het om hier weer te zijn? Tof. Het is mooi weer ook. Ja? Het is altijd leuk om in Amsterdam te zijn. Ja. Is er nog iets wat deze stad voor jullie bijzonder maakt? Nou, ik ben hier heel graag. Ik ben vorig jaar op reis geweest naar Denemarken en dan ben ik hier even gestopt. En dan zet ik mijn auto buiten de stad en dan neem ik mijn fiets mee. En dat is hier fantastisch om te fietsen. En in België kom je zoiets niet tegen. Dus Nederland is daar wel een voorbeeld voor mij. En dat is altijd een fijn gevoel. Zo. Nu weet ik wel dat reizen voor jou heel erg belangrijk is. Dat is ook belangrijk geweest voor de tweede album. Hè? Ja. Leg eens uit, wat heb je allemaal gedaan? Maar ik heb vorig jaar gewoon de tijd genomen om veel weg te gaan, om te reizen. En ik merk gewoon dat elke keer dat je beeld een beetje verbreedt door andere dingen te zien en andere mensen te leren kennen. En tegelijkertijd binnen muziek maken, als je nummers kunt meenemen, neem je die ervaringen ook mee en die komen er allemaal door. Die sluipen daarin. En, het is een beeld over hoe dat je nadenkt dat er is ingekomen. Dus waardoor dat die reizen daar ook zo belangrijk voor waren. En vind je het dan fijn om in je eentje dat te doen? Om zo'n reis door te nemen? Ja. Dus de andere bandleden, wat deden die op dat moment dat jij aan het reizen was? Waren die ook bezig met de productie van het nieuwe album? Ja, ik denk het wel. Omdat we sowieso dat wel een proces is geweest dat over een paar maanden gegaan is. En soms kon ik ook verder werken op bepaalde dingen die Ina al op voorhand had doorgestuurd als ze weg was. Dus. Well, ik herinner mij nog, als ik in New York was, dat er een gitaararrangement van u zou komen voor de nieuwe single Hudson. Ja, dus. Dat kan inderdaad, dat dezelfde periode. We hebben apart gewerkt, maar als we gewoon thuis waren, dan spraken we één keer per week af om alles bij elkaar te leggen. Maar sowieso, als Ine dan weg was naar New York, heb ik ook gewoon telkens doorgestuurd via internet. En dan kon zij ook luisteren wat ik gemaakt had en zo. Okay, was het een nieuwe manier van werken voor jullie? Ja. We hebben ook wel echt beslist om vanaf juni daaraan te beginnen en daar heel hard aan door te werken. En, er is heel veel gemaakt geweest op dat moment en we zaten in een goed werkproces. Ja, absoluut. Dus zonder dat jullie bij elkaar waren, hebben jullie toch eigenlijk een heel goed werkproces zo gehad met de band samen? Ja, absoluut. Want wij wonen ook heel dicht tegen elkaar, maar we hebben ook onze amateurski studiootje een beetje. En het was wel leuk om zo heen en weer te gaan en sowieso als we elke week één keer een dag afspraken om alles samen te leggen. Dan werd dat heel goed. Dan had je de rest van de week tijd om gewoon op je alleentje te experimenteren en dingen uit te proberen. En dan was het wel leuk om één keer per week toch af te toetsen. En zo hebben we dat toch wel een paar maanden volgehouden. Dat werd dan heel goed. Want het is ook als je zwaar niet zien moet beginnen, dan merk je dat je veel tijd daarvoor nodig hebt om een idee te vormen, om dan ook nog het gehele plaatje binnen een structuur te houden. Ja. En was het voor jou persoonlijk ook nodig om die reis te maken, om zo weer op nieuwe ideeën te komen voor het album? Ja, het is absoluut zo. Alleen, zoals ik heb gezegd, van die ik kan niet anders zeggen dan dat je gewoon verbreedt en kan je misschien iets aanwijzen dat je denkt van toen maakte ik iets mee, ergens in Hamburg? Want ik vind dat eigenlijk eerder iets heel algemeen ook als je naar. Dat is iets wat ik misschien in België zo te weinig doe, maar als ik op reis ben, naar musea gaan en ik merk ook altijd dat kunst een heel belangrijk ding is. En dat maakt niet uit wat, het is gewoon. Dat is er elke keer. En je krijgt andere meningen en andere dingen van. Dat mensen kijken naar de dingen en je neemt dat mee. Terug naar huis en dat heeft ook een invloed op hoe dat je hier werkt of leeft. Ja. Okay. Hebben jullie een hele melancholische muziekstijl. Wat is jullie muziekstijl die jullie vanuit huis hebben meegekregen? Het is wel maf dat zo blijkbaar iets dat altijd over ons gehangen heeft, blijkbaar zo die melancholische muziekstijl, maar ik denk dat dan misschien met die nieuwe plaat ook wel een stuk minder is. Maar
Ja, bij ons zes, mijn ouders waren grote jazzliefhebbers, dus dat ben eigenlijk daar mee opgegroeid. En ook wel zo de toffere popmuziek van de jaren 80 en 90, zo Paul Simon en dat soort dingen. Dat was bij ons wel, stond wel veel. En bij mij was dat zo meer, mijn ouders luisterden eigenlijk gewoon naar de radio. En mijn zussen en broer luisterden eigenlijk allemaal naar verschillende dingen. Zo mijn oudste zus die was echt heel erg in jazz en popmuziek en experimentele muziek. En mijn andere zus in echt klassieke muziek. En mijn broer in meer elektronische dingen. Dus hey, dat komt, het is heel bizar dat het allemaal zo naast elkaar lag. Maar als je dat allemaal kunt meenemen, denk ik dat... Maar denken jullie dat ook, omdat nee, de muziek is heel erg breed, denken jullie dan ook dat ook de muziek van jullie ook gewoon op de radio gedraaid zou kunnen worden, omdat er gewoon een heel breed aanbod is? En omdat het publiek ook gewoon al heel veel gewend is? Maar dat is een moeilijke stelling, denk ik, want je hebt de radio die beslissingen maken over hoe dat iets gemaakt, of hoe dat ze hun programmatie maken. En wij maken muziek en we laten daar... We denken niet aan radio op dat moment. Dus, en dat is ook op een bepaald moment verandert dat ook. En hoe dat de radio aan programmatie doet. Dus ja, dat moeilijk is om wat te kunnen zeggen. Maar ik denk dat we er gewoon ook niet bij stilstaan op het moment dat we muziek aan het maken zijn. Maar ja, hoe meer mensen dat we kunnen bereiken, hoe toffer natuurlijk. En dat is we hebben eigenlijk heel weinig bij stilgestaan van ga zoiets aanslaan terwijl we de plaat aan het maken zijn. Maar natuurlijk, zodra dat ze af is, denk je daar wel aan. En zouden we het wel leuk vinden als we veel goede respons hadden krijgen, dat er veel mensen mee zijn. Dus niet dat we heel obscure muziek willen maken waar dat maar een heel kleine niche naar wil luisteren ofzo. Ja, vooral met het nummer Come Home, wat natuurlijk in de reclame werd gebruikt, werd jullie muziek ineens natuurlijk ook heel populair bij een heel breed publiek. Ja, ja. Hebben jullie dat zelf ook gemerkt? Ja. Ja. Op wat voor manier? Voor ons was het vooral een verrassing dat Come Home zo'n breed publiek kreeg. Ik vind dat altijd een onverklaarbare reden waarom dat er iets uitspringt voor vele bands. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar het is inderdaad een heel breed publiek. En wat vooral opviel, was dat hij vooral aanspraak bij baby's. Dat nummer. Okay. Dat mensen, ouders ons mailden en zeiden dat baby's daar heel rustig van werden. Dus. Ja, sowieso hebben we al gezien ook, zeker kort na de single Come Home, dat in België en ook op andere plaatsen, dat echt wel een publiek was van jong tot oud. Want we hebben in België ook een... 2 jaar geleden in een redelijk grote cultureel centrum tour gedaan. En daar viel ook wel op dat de mensen die daarop afkwamen echt van jong tot oud waren. Dus dat heel, heel, heel breed was. Voilà. Voor dit album hebben jullie ook, zijn jullie wat meer open geweest voor het publiek? Kunnen jullie uitleggen hoe zich dat muzikaal tot uiting heeft gebracht, het nieuwe album? Ik denk dat dat niet per se opener is naar het publiek toe, maar dat het vooral in de plaats zit dat we zelf meer opener zijn geworden. Dat in klank en ook inhoudelijk verschilt van wat we daarvoor hebben gemaakt. Dus... Maar staat het daarom ook dichter bij jullie of heeft dat er niets mee te maken? Ja, dat denk ik wel. Inhoudelijk staat het vooral heel dichtbij. Het gaat over... ook over een proces, over een overgang van iets naar niets. Of, daarom dat de titel ook From Clay to Figures heet. En, wat ik wil zeggen, dat wordt op verschillende manieren ingevuld door conversatie of door verbeelding. En dat is al... Dat zijn wij, dat staat hier bij mensen. En tegelijkertijd in die zanglijnen komt dat ook terug. Dat is veel melodischer en komt dichterbij, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ook wel sowieso dat ook wel iets wat ons typeert is, dat wij ook constant op zoek zijn naar nieuwe dingen. En we vonden dat ook wel
maand na maand bijna dat wij, allee, dat wij superveel invloeden of dingen willen uitproberen en nieuwe wegen willen instaan. En dat dan ook wel voor een stuk typerend is voor deze plaat nu ten opzichte van wat we ervoor gedaan hebben. Dat we ook wel heel hard op zoek zijn geweest de voorbije jaren naar ja, gewoon wat dat we konden doen en waar we ons goed bij voelen. Maar ik denk dat net onze sterkte is dat we zo breed denken en zo niet snobistisch zijn in waar we zelf luisteren. Wat maakt dat dat ook bij een publiek zo is, dat dat ook misschien eerder breed is dan heel klein.